Tijdens het schilderen komen er verschillende dampen en stoffen vrij. Vraag je je dan wel eens af of je moet opletten bij het inademen van deze dampen of stoffen? We leggen je uit hoe je kan inschatten hoe schadelijk de verflucht in je geschilderde kamer is. Alles begint met het kiezen van de juiste verf. Kijk hierbij naar de labels of waardes die je terugvindt op de verfpot. Zo kan je snel aflezen hoeveel schadelijke stoffen in de lucht vrijkomen door het schilderen. Naar welke informatie kijk je hiervoor op het etiket? De VOS-waarde. Deze waarde geeft aan hoeveel vluchtige organische stoffen de potverf bevat. Volgens de wetgeving moet de waarde tussen 30 gram per liter en 750 gram per liter liggen. Hoe lager, hoe minder schadelijk de verflucht is tijdens en ook na het schilderen. Alle verven in de Colora-winkel worden met zo weinig mogelijk schadelijke stoffen geproduceerd. Dus je hebt geen extra bescherming nodig na het verven. Het Indoor Air Quality Label. Dit label geeft aan hoeveel schadelijke stoffen in de lucht vrijkomen door het schilderen gedurende 28 dagen na toepassing. De verf wordt ingedeeld in 4 klassen, van A+ erg lage emissie tot C hoge emissie. Wist je dat niet alle verffabrikanten deze Indoor Air Quality Labels vermelden? Op Europees niveau is hiervoor nog geen specifieke wetgeving, maar op Frans grondgebied wel. In de Colora-winkel vind je verfpotten met dit label. En we breiden het assortiment hier steeds mee uit. Verlucht na het schilderen altijd goed je ruimte. Zet ramen en deuren zoveel mogelijk open na het schilderen en zorg dat je ventilatie is ingeschakeld. Hou er ook rekening mee dat je verf altijd ruikt. Het is dus niet omdat je tijdens het schilderen een echte verfgeur ruikt dat die schadelijk is. De typische verfgeur zal je voornamelijk tijdens het schilderen en kort daarna nog ruiken, maar verdwijnt na verloop van tijd vanzelf. Dat proces versnel je door goed te verluchten. Heb je graag nog wat meer uitleg over hoe je in alle veiligheid kan schilderen? Ga dan gerust langs in je Colora-winkel voor meer info en advies. Colora.